Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben onderweg naar Rotterdam, tenminste ik ga nu onderweg naar Rotterdam. En dit is mijn outfit of the day. Ik weet niet zo goed wat ik met deze trui moet. Deze is van de Zara. Dit rokje is van River Island en mijn overnies zijn van Josh V. En ik heb hier nog een tas, want deze tas is veel te groot, maar hij is zo fijn om alles in mee te nemen. En ik heb hier een loshangend plukje. Not sexy. Zo, ik ben in Rotterdam. Oeh, en ik heb helemaal niet gezegd wat ik ga doen. Wat is dit voor een licht ook, joh. Ik ga even lunchen met mijn moeder bij de harbor. Dus daar ben ik nu. En ik ga even van tas wisselen. Ik gebruik de Balenciaga-tas ook echt veel te weinig. Dus nu ga ik hem weer gebruiken. Oké, ik ga even lekker eten. Ik heb fucking erg honger. Ik heb nog niks gegeten vandaag. Yeah. Ik heb net geluncht met mijn moeder en ik glim echt enorm, dus ik ga straks even mijn gezicht afpoederen. Ik ga nu richting Danique de winkel, want ze is daar. Dus dat, ik heb echt super lekker gegeten trouwens. Ik vind de Harbor Club in Rotterdam echt heel fijn. Veel fijner dan in Amsterdam. Ik ben in de stad met zussenvloggy. En we gaan nu even lekker naar de markthal. Lekker aardbei met chocola eten, ja! Oelala! Cheater, ja, dit is echt een schammel kutstoeltje. Ik zit hier ook in mijn halve blote kont had open hier. Slet! Slet, vloggy! We zijn net... We zijn net even de stad in geweest. En mijn telefoon valt telkens uit, dus ik wilde eigenlijk een nieuw halen, maar Danique vond dat daar geen tijd voor was. En van deze tiran moesten we naar huis. Monica die reed op een menigte in. En toen dacht ik 1, 2, 3, ik ga het niet doen. Nee, wij zijn even de stad in geweest, ik heb een nieuw jasje gekocht. En we gaan nu naar Danique, haar huis. Huisvloggy! Kattentatoeagevloggy! Ik ga een tatoeage zetten van de katten van Danique. Nee, ik ga het niet doen. Ik ga nu zeggen dat ik het heel fijn vind om in Rotterdam te zijn. Omdat je hier van winkel naar winkel met je auto kan. Oh nee, ik dacht dat je ging zeggen omdat ik hier ben. Maar ook omdat jij hier bent, maakt verder niet uit. En ik wil heel graag weer in Rotterdam wonen, denk ik. 1, 2, 3 gaat het niet doen. En misschien wel. Ik wil echt in Rotterdam wonen. Ik vind het hier echt fijn. Ik voel me hier echt thuis. Kun je op vrijdag lekker naar de beren? Echt geen... Veerplein. Veerpleintje op donderdag. Ik bedoel dat je naar Zwijndrecht wil gaan. Ja. Ik had het niet over de Kuip. Zou je serieus dan naar Zwijndrecht gaan wonen of in? Nee, tuurlijk niet. In Rotterdam. Ik zou niet naar Zwijntje Gremma gaan. In de Markthal. Ja, ik zou heel graag in de Markthal willen wonen. God. Oké, misschien ga ik er werk van maken. En verhuizen. Verhuisvloggy. Ik kom je deze keer niet helpen. Nee. Pieter en Danique hebben dus een Nespresso apparaat. Toen heeft Danique gisteren allemaal cupjes besteld. Je hebt echt zo'n vieze verlinker. Heeft ze deze cupjes had ze gekocht gisteren. Ze dacht, oh, dan koop ik lekkere. En huppla, macchiato, Nesquik. Oh, kut, die passen niet in een Nespresso apparaat. Dit is Nescafé. Oké, wat doen we dan? Nee, we gaan niet kuipjes van Nespresso kopen. Nee, we kopen een nieuw Nescafé apparaat. Makes very much sense. Kattenvloggy! Tatoeagevloggy! Ga ik een tatoeage van jullie nemen, schatten? Ja, hè? Oké, klaar. We gaan nu de primitievere wijze opvolgen. We gaan dit kuipje openmaken. En dan gewoon kokend water erbij doen. Eigenlijk moeten we kokend melk doen. Nee, want ik denk dat bij deze ook kokend water gaat, dat er melkpoeder in zit. Ja, snap ik wel. Ik denk niet dat het... Maar mag ook melk koken voor mij? Dat is ook niet erg als je dat wil doen. Jezus, kattenvlogje, ik schrik me dood. Is dit nou tijger, ja, hè? Hé, tijger. Nee, 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 niet likken. Ja... Jij bent zo happy. Oeh,
Dag kat. Nee, Danny. Ik lust geen slagroom. Mijn steekvloggie. Nou, iedereen vond dat je fliekte zonder make-up. Nou, 1, 2, 3, dat vind ik zelf niet. Dat vind ik ook. Op die vlog van de terugvlucht fliekte je echt. Oké, bedankt. Ik zit nu een mes in je oor te steken. Oh, bedankt. Kijk, dit is nu wel lekker, nu kan je het zo. Mag ik misschien ook dan een lepel? Is het vies? Het is zeker verrot. Nee, ik moest gewoon op jou. Is het bedorven? Geen lepel. Ik dacht dat ik er niet meer erop denk nu. Oh, weer lekker chocola. Ah, ik doe de slag om in, want dan denk ik dat je het lekker niet meer op gaat drinken, Hitler. Oh. Karma vloggy. Stik vloggy. Oh, nou de vlog is er. Nee. Halen, we gaan met z'n drieën eten hier hoor, Piet. We gaan helemaal niks. Jawel, dat is toch gezellig. Ik heb zo'n lunch op die film. Jij dacht echt dat niet je ging sluiten, dus rub ik hem wel. Piet, we gaan met z'n drieën eten, dat is gezellig. Zo ga je lekker. Wie ben ik? Ben het voor vakantie, vakantie, vakantie. Jezus, ik ben zo opgevoerd. Haha. Haha. Wie heeft de Mexicaan met mayo? Jij? Ik. Ja, ja. Lekker. En jij? Zo. Jij. Kotsvloggy. Hey Pieter. Jullie zijn een team. Ja. Ik ben echt. Ja. Wie zei dat? Ik tegen ja. Pieter. Cheat day vloggy. Nom, 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 nom. Oh. Tweelingbroer vloggy. Ah, zo. Maar jullie haar zit de andere kant op precies. Ja, de spiegelbeeld bij hem, hè. Oh. Ja, lul. Ja, lul. Oké. Okay. Bitches komen plakken net een pritstip. Party squad, DJ, watch your head, bitch. Plak op, plak op, plak op. Die bitches komen plakken. Skip. Lang een beetje zo wat dik voor mijn DJ, watch. Oké. Het is 12 uur. En Pieter is ja. En dan moet ik morgen om 6 uur werken. En dan denk ik om nu wakker maken door slagroom in zijn bek te spuiten. Dat was jouw idee. Dat is echt niet waar, Danny. Ben je ook testen? Je moet die verrotte. Eeuw, ik haat dit. Eeuw, Aniek. Mijn schat is wel. Gadver, vieze stinklicht van die Victoria's Secret. Oké, okay, wacht. Ja, ik moet het van mijn bek halen, Daan. Ze zeggen koen. Terwijl ze op je gezicht. Gadver, dit plakt me zo net. Als jij die broeikamer bij jou, dan kan ik tenminste niet echt boos worden. Oh, je zou het wel zielig. Ja, wil je dit echt doen? Ik vind het fucking zielig. Ik vind ook zielig als we het niet doen. Ik vond ik echt een lot bleef met jou. Au! Ik struikelde over je tijdschriften, man. Deze poesie gaat het niet doen. Nee, zie. Nee, ik ga. Champagne voor Rick Bull. Gefeliciteerd, schat. Maak er een spetterende dag van. Ook van Tijger. Gefeliciteerd, oude zak. Sugar Daddy. Godverdomme. Wat is de gat? Dat ze zei sugar daddy. Oh. Je bent echt een daddy. God, wie kat likt aan mijn enkel.
effectief. Zijn jullie nou nog weg geweest? Ja, we zijn nog even de stad. We komen net thuis. Het is 4 uur. Ja, toch. Waarom kom je dan nu feliciteren? Dit komt. Dat is 4 uur. Kijk dan. Ja. Kijk, dat is 4 uur. Nou, oké. Mag ik even verder slapen? Nee, we moeten die verjaardag vieren. Ja. We gaan nu het bed uit en we gaan de hort op. Ik wou eigenlijk slagroom in je gezicht spuiten. Nou, dat is ook echt heel leuk zo worden. Dat dacht ik ook. Oh, kijk, hij komt je verjaardagskusje geven. Papa, een verjaardagskus. Kloink. Straks krijgen we de dieren beschermen achter ons aan. Nee, die is hartstikke lief voor die beesten. Oké, doei Piet. Als iets niet goed gaat in je huis, huur mij dan in. Dan kan ik namelijk de deur lekker goed neerzetten. Ja. Highlight on fleek. Ja. Ja, kusje aan mij geven voor de camera. Gadver dan niet, nee. Oh, ik vind het zo goor als mensen met een beetje tongen. Ja, ze doen het. Hij doet het niet. Kijk, kus. Klaar, ja, klaar. Het is inmiddels 12:15 en ik ga richting huis rijden. Oh, kut. Ik zit echt bijna op een andere auto en mijn auto maakt gewoon geen geluid. Eigenlijk wilde Danique en ik nog een massage nemen, maar super raar. Die massage van ons altijd open tot 12 uur. En vandaag belde om 10 uur en dan was het ineens dicht. Vet jammer, maar goed, ik zit weer in de auto. Richting Amsterdam. Voordat ik thuis ben, zijn we weer een uur verder. Ik ben nu weer een tijdje thuis. Ik heb even een wasje gedraaid. Het is nu 12:15 en ik moet nog een aantal dingetjes doen voor mijn boek. Wat afrondende dingen. Dus dat ga ik even snel doen en daarna ga ik slapen. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal als je dat niet gedaan hebt. En dan zie ik je graag morgen weer.